Yo, dames en heren, vandaag ben ik met Maddie. Hoi. En, mijn telefoon. Ja, we zijn met... Dit is deel 3. Mm-hmm. En we gaan laten zien hoe de onweer zich intrekt op achter Nederland. Ons huis. Ook. Nederland. En als we bang zijn, hebben we altijd wapens. Dus dan kunnen we dit doen. Dus, ja. En we gaan ook... filmen als het kan, tenminste hoe erg wij schrikken, want dat is echt grappig, want wij schrikken ons helemaal dood. Maar dit is dus deel 3 en vandaag gaan we de onweer laten en over onweer hebben. De tuin is helemaal overstroomd, daar ook, overal, en dus het is niet zo chill. Chill, ik doe wel even het raam open, wat je de druppels kan horen op de grond. Want het zijn echt heel misschien veel. Misschien horen jullie niet dan, want in het is het heel erg, maar misschien horen jullie niet dan dat er op de telefoon gefilmd is. Dus. Ja, maar ik doe het even het raam open. Erg hard. Maar de onweren... is dus al gezegd heel vaak best wel heftig. Vandaag gaan we dus filmen. En even een story van hoe normale mensen schrikken. Oeh, die stomme onweer. En hoe de echte bangrikken zijn voor onweer. Net als wij. Ah! Auw, mijn nek. Dit moet je even achteren doen. Dus, Kijkers, we hebben angst voor onweer, maar... Nou, dat weten ze nou al 1000 keer. Ja, maar wij schrikken niet echt zo, zeg maar, dus... ja. Maar wel heel hard. We schrikken heel hard, maar niet zo. Maar de onweer is nou al, denk ik, een beetje weggetrokken. Ja. Getrokken door, want daarnet was echt harde bui. Maar ik denk dat het al een beetje weggetrokken is. Dus Maddie gaat nou weer filmen. Ik ga met mijn telefoon op de barricade kijken. Nee. Hier. Wacht. Kijk, hij is dus die stomme rails aan het maken. Dat was zijn moedertje hoor. Stomme rails maken. Lukt het weer doen. Hehe. Waar is het wapen? Zo. Die doe ik erin. Nou jongens, ik had gezien bij de buienradar ongeveer, er komt nog een klein rood buitje hier. Ik weet niet precies hoe lang het gaat duren, alleen we gaan even checken wanneer het komt. Oh, ik ben het vergeten te lezen. Auw. Nee. Ik ga weer even op de buienradar kijken hoe lang het nog duurt, hè? Ja? Ja. Maar wel praten, hè? Want ik hoorde je helemaal niet praten. En zo kan je lijk niet krijgen. Hallo? Film dan even wat je aan het doen bent. Wacht even. Hij is dus een nerve aan het maken. Van mij. Die jij weer gesloopt hebt, hier. Nee, dat is gewoon de rails. Het zijn er gewoon rails.
Zo. Nou jongens.